kattenliefhebbers. Ik heb iets leuks gevonden bij de Action. Wou ik graag met jullie delen. Ik heb de verpakking er al even afgehaald, maar het ziet er zo uit. Het is van karton. Nou, we weten allemaal dat katten dol zijn op karton. Hè? Karton is isolerend. Ze kunnen eraan krabben. Sommige katten knagen er een beetje aan. Zolang ze het niet opeten, is dat ook geen probleem. Dit apparaat, ik weet niet hoe goed hoe ik het anders moet noemen, kun je in verschillende vormen, zal ik maar zeggen. Er zitten twee elastiekjes aan deze kant en ook aan deze kant. En die kun je eraf halen dan en daar kun je het dan ook weer mee bevestigen. Zo, etiketjes. Er zat ook wat kattenkruid bij, dat heb ik al even apart gelegd. Dan kun je er dus verschillende vormen van maken. Je kunt deze vorm maken. Ik zie zelf niet zo nut hiervan voor de kat, maar ja, het kan dus wel. Je kunt hem ook zo groter maken. En dan kun je, het moet een beetje snel en handig zijn. Kun je met de elastiekjes, kun je de uiteinden aan elkaar vastmaken. Maar waar ik hem dan uiteindelijk voor gekocht heb, is als je hem zo om doet. Want zo krijg je eigenlijk een prachtige mand. Je kunt dan dit uiteinde met een elastiekje vastmaken. En er zitten een paar inkepingjes in waar het elastiekje dan achter blijft hangen. Zoals hier. Maar in ieder geval, dan heb je dus een heel biebelig mandje. Maar als het gewoon staat, is het gewoon hartstikke stevig. En het is ook heel erg ruim. Dat vind ik ook wel mooi. Soms zijn mandjes heel erg klein. Dat kan je dan vaak niet zo goed zien op een plaatje. Maar ik vind deze dus best wel ruim. Zelfs streep zou erin kunnen liggen. En dan is er een klein opstaand randje. Niet heel hoog, maar dat vinden katten dus ook vaak heel fijn. Toch een beetje rugdekking, denk ik, dat het is. Dan kun je er dus wat kattenkruid in doen om het nog extra aantrekkelijk te maken voor je kat. Als karton alleen niet voldoende is. Ik denk echt dat het een leuk ding is. En ik ga hem natuurlijk testen. Ik heb geen idee wat de katten ervan vinden, maar ik denk dat ze het leuk vinden. Ik was eigenlijk van plan, toen ik dat dingetje vond, was ik van plan om het boven op de kast te zetten. Maar hij is echt veel te breed daarvoor, dus dat kan niet. dat is aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant vind ik het wel mooi dat hij zo lekker breed is. Dus ik zet hem gewoon eerst eens hier op de grond en ga kijken wat ermee gebeurt. Dat zal ik dan nog even aan jullie laten zien. Dat filmpje dat plak ik er allemaal in of achter of zo. In ieder geval denk ik wel dat het gewoon echt een leuk product is. Het kost niet veel. We weten allemaal dat katten van karton houden en van dozen houden. Dat weten alle mensen die ook op mij volgen op Facebook en Instagram, die weten dat. En dinsdag dozendag, dan heb ik altijd foto's van katten in dozen. Ik denk dat dit dus ook wel favoriet gaat worden. Maar we gaan het zien. Dus dat was het even. Wou ik jullie even laten weten. Doei!